ze van haar fiets viel. Gaan we nog naar die kroeg, jongens? Nou, volgens die gast van het tankstation moest je het hele pad, het bospad, helemaal aflopen. En dan had je aan je rechterhand dat je Café de Witte Paardjes. Lopen? Kunnen we geen taxi nemen? Nee, natuurlijk kunnen we geen taxi nemen. We gaan gewoon gezellig lopen. Als we maar genoeg sterke mannen zijn. Ja, of we skippen die kroeg en drinken hier nog wat. Kijk, daar ben ik dus helemaal voor. En iets wat het Witte Paardje heet, dat kan toch nooit leuk zijn? Alleen maar oude lullen aan die bar. Nou, oké. Blijven we dan gewoon hier? Ja. Het Witte Paardje gaat het ook prima zonder ons. Ja, of niet. Misschien bestaat die kroeg niet eens. Misschien heeft die tankstation-eigenaar ons daar expres heen gestuurd. Hoezo? Zomaar? Ja, hij kwam gewoon niet sympathiek over bij mij. Hij deed me ook een beetje denken aan een man die ik kende uit het dorp waar ik vandaan kom. Wie ben je dan? Ja, weet je wat? Nee, laat me zitten. Dat ga ik niet vertellen. Dus... Nee. Vertel nou. Nou, die man die was dus ook tankstation-eigenaar. En die man heeft 5 mensen vermoord. En die 5 mensen heeft hij onthoofd. En die hoofd... Ga je nog wat te drinken halen? Nee, ik ga pissen. Oh, en als ik over 5 minuten niet terug ben, wel 1 en 2. Je bent toch niet bang? Nee, wie zegt dat? Dan kun je nou nu ook loslaten. Vertel verder. Nou, in ieder geval... Nee joh, laat maar, even zimmer wat. Oké, als jij het zegt. Maar die kerels die leken wel op elkaar en dat verzin ik niet. Doe me trouwens een beetje denken aan de film die ik laatst heb gezien over zombies in een eng bos. Jongens, kunnen we die verhalen even laten? Nee. Vertel.